voedselveiligheid, chemische regulering. Dit zijn allemaal beleidsterreinen waar de verschillen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie bijzonder groot zijn. En toch wil men binnen TTIP komen tot een soort van regelgevende samenwerking. Wij willen dat niet als Groenen. Wij willen niet dat er wordt samengewerkt daar waar de verschillen te groot zijn en waar de onderhandelaars, waar de regelgevers vanuit de Verenigde Staten reeds inspraak krijgen in onze wetgeving, daar waar wij als Europese parlementsleden dat niet hebben. Geen regelgevende samenwerking op dit soort gebieden.